staat met 8. En toch even het, de formule even toelichten. 72 combinaties zijn gestart vanmorgen in die kwalificatieronde, die eerste ronde. En uiteindelijk de beste 30 die mogen terugkomen in deze tweede ronde. Terwijl we hier zien dus Donat Brondeel, een Belg die vrijdag trouwens deelgenomen heeft aan de Londenwedstrijd, Belgische kleuren verdedigde. En dus die 30 beste, waarvan er intussen al een viertal hebben afgezegd, omwille van de lastigheidsgraad van het parcours door het weer. Dus die strijden dan uiteindelijk om, wie weet, eventueel in de barrage te geraken. Maar normaal gezien zullen dat enkel diegenen zijn die twee keer fout lossen, dus zowel in de eerste ronde als in deze tweede ronde. En dat zouden misschien een stuk of 4, 5 kunnen zijn die dan terugkeren. Even ook Bert Prouvé verwelkomen. Bert, goedemiddag. Goedemiddag, Stan. Jij was ook bij in die eerste kwalificatieronde, maar je bent er niet in geslaagd om je te kwalificeren voor deze ronde. Vertel eens, was het zwaar? Ik denk vooral, weten we allemaal, de weersomstandigheden zijn heel hard geweest. Dus de paarden moeten toch extra kracht gebruiken om uit de grond weg te geraken. En dat maakt toch dat er heel wat combinatie met heel veel strafpunten waren. Ja, want vertel dan eens, vorige week hadden we de grote prijs in Antwerpen. Dat was op een eerder zanderige bodem, plus het was natuurlijk ook mooi weer. En hier heb je dan dit gras. Wat is het verschil? Ja, het gras is voor mij nog altijd de mooiste piste om op te springen. Het is ook het meest natuurlijke voor een paard. Maar het probleem natuurlijk ook met de veelvuldige regenval, dus dat de piste een beetje zwaar wordt. De organisatie, de familie Postemans, heeft moeite nog kosten gespaard om de bodem optimaal te maken. Het is dagelijks lava gestrooid geweest, de bodem is ook perfect onderhouden. Maar een paard dat over die hindernissen springt, maakt ook heel wat gewicht met het neerkomen. Het is toch een paar ton die op de grond komt, dus de bodem komt toch een beetje los. Ja. Donat Brondeel doet het heel goed. We werd hier trouwens vierde vorig jaar in de grote prijs. En zoals ik dus zei, was er vrijdag ook bij ter vervanging van Ludo Filippaerts, die normaal gezien met zijn twee zonen had moeten springen in die landenwedstrijd. Vond dat enorm jammer. En deze Donat Brondeel en deed het ook goed. En doet het ook nu weer goed. Ja, Donat is met dit paard zeker een absolute topcombinatie in België voor het ogenblik. De bondscoach heeft hem ook dus opgevist in plaats van Ludo. En doet opnieuw een nulronde, deed ook de eerste ronde van de landenprijs nul. Dus iemand die heel sterk bezig is. Met zijn paard Adorado, zo'n 10-jarige hoogstanger, een hengst. Ja, dat is een hengst die ook goed gekeurd is voor het Belgisch warmbloedpaard en toch heel veel vullers produceert jaarlijks in België. Nou, mooi. Foutloos en we mogen nog een en ander verwachten van deze jongen. En vorig jaar dus, zoals gezegd, ook vierde in deze grote prijs. En dat is niet min zoiets. Wij staan bij Donat Brondeel, die volgens Bert Prouvé, co-commentator, een van de beste combinaties momenteel heeft dit seizoen. Maar Donat, je staat niet op die longlist voor Londen. Hoop je daar dan nog op of hoe werkt dat? Ja, hopen. Iedereen wil naar de Olympische Spelen gaan, hè. Maar natuurlijk, er zijn misschien andere ruiters met meer ervaring en zo die daar misschien beter op hun plaats zijn. Tenzij dat het van de jaar echt heel goed blijft doorgaan en dan is het aan de bondscoach natuurlijk om te beslissen of dat hij mij daar kan gebruiken of niet. Maar als dat niet zo is, is dat geen drama. Hè. Weet je dat? De Olympische Spelen zijn toch het allerhoogste en als je goed in vorm bent, ja, dan moet ervaring van andere mannen misschien maar baanruimen en plaatsmaken. Ja, maar goed, de andere wedstrijden die dan dit jaar nog gepland staan, zijn ook heel interessant voor mij. Waarmee dat niet wil zijn, dat ik niet wil gaan naar Londen, maar ik zeg het, het is aan de bondscoach om dat te beslissen en daar denk ik wel dat hij de beste keuze zal maken. Dankjewel.